Je hebt een hele mooie layout gemaakt, een hele mooie spread. En ineens is daar een foutje. Hoe ga je daarmee om? Hoe los je het op? Geen nood, vandaag geef ik je allerlei tips over hoe jij een foutje in jouw bullet journal kan oplossen. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise, je hebt me vast al eens eerder gezien op mijn eigen kanaal Elise Dingen. Maak ik ook heel veel bullet journal video's en ook andere creatieve video's. Vandaag gaan we dus aan de slag om die foutjes op te lossen in je bullet journal. En er zijn genoeg manieren hoe je die foutjes kunt oplossen. Dus heb je een keer een foutje gemaakt? Geen zorgen. Ik ga vandaag aan de slag in dit bullet journal. En wat ik heel erg leuk vind, is dat er aan de binnenkant ook een klein boekje zit met daarin allerlei ideeën. Dus mocht je inspiratie nodig hebben voor wat je kan bijhouden in je journal, of misschien hoe je foutjes kunt wegwerken, dan kan je hier inspiratie uithalen wat je dan kan doen. Dit zijn ook hele leuke dingen om je bladzijden mee te versieren. Maar goed, wij gaan nu niet bladzijden versieren. We gaan die foutjes wegwerken. Wat ik zelf heel fijn vind als ik werk in een bullet journal zijn dit soort klemmetjes. Daarmee houd ik de bladzijden open. Want zoals je ziet, als ik mijn journal nu loslaat, valt die langzaam weer dicht. Dat willen we niet. Dus ik maak deze even aan de bladzijde vast. En omdat ik nieuw in de journal begin, begin ik met het opschrijven van mijn naam op deze eerste bladzijde. Uh-oh! Foutje gemaakt. Ik wilde belang schrijven en dat staat er dus niet. Ik had er geen moeten schrijven. Dat heb ik niet gedaan. Foutje is gemaakt. Wat je kunt doen is in de stress schieten. Maar dat is absoluut niet wat je zou moeten doen. Heb je een klein foutje gemaakt? Nou, dan los je heel makkelijk op door er gewoon een stukje washi tape overheen te plakken. Ik ben sowieso dol op washi tape. In dit doosje zitten heel veel verschillende soorten. Dus je kunt ook nog kiezen voor het thema waar je voor wil gaan. Ik zie een aantal jungle tapejes, die lijken me wel leuk om te gebruiken. Het leuke van washi tape is dat je het ook heel goed kan scheuren. Dus heb je geen schaar bij de hand of vind je wat ruwere randjes leuker, dan scheur je gewoon je tapeje. Ik heb het nu afgeknipt en ik ga het over mijn foute tekst heen plakken. Het handige van een bullet journal is dat je overal stipjes hebt. Dus dan kun je ook nog eens goed kijken of je hem wel recht opplakt. Wanneer je één tapeje opplakt, valt het misschien een beetje op dat je iets probeert te maskeren. Dus ik heb nog wat tapejes gepakt en daarmee ga ik de bladzijde versieren. Wat ook een leuk effect geeft, is om verschillende breedte tapejes te gebruiken. Deze is natuurlijk wat breder, dus door er een dunner tapeje onder te plakken, krijg je wat meer speelsheid in je bladzijde en ziet het er wat meer uit alsof het de bedoeling was, dan dat je eigenlijk een foutje probeerde weg te werken. En ik vind het leuk om hem wat korter te maken dan het tapeje dat we eerder hebben opgeplakt. Dat maakt het geheel iets dynamischer. Hieronder doe ik dat ook nog. Stel je voor, je bent nou begonnen met schrijven en je denkt, oh, ik weet niet of ik nog genoeg ruimte heb. Prop alle letters er dan niet achter, maar ga gewoon een regeltje daaronder verder. Dan is het gewoon een stijlkeuze dat je de ene tekst hier hebt en de andere tekst daaronder. Uh-oh, nieuw foutje. Ik vind het toch niet zo mooi dat ik alles met dezelfde fineliner heb geschreven. Alle lijnen zijn even dik of even dun, hoe je het maar wil noemen. En dat wordt toch een beetje heel veel van hetzelfde. Dat vind ik niet zo mooi. Gelukkig hebben we daar ook een oplossing voor. Een heel simpel trucje. Alle letters van mijn naam die ik hier heb geschreven, ga ik iets dikker maken. Maar dat doe ik niet overal. Dat doe ik alleen met de lijnen die naar beneden lopen. Misschien herinner je dit trucje wel van een eerdere video. Bijvoorbeeld, deze lijn loopt omhoog, maar vanaf hier loopt die naar beneden. Dus daar maak ik de lijn iets dikker. Helemaal totdat die weer omhoog loopt. Daar stop ik. Hier gaat die omhoog en vanaf hier loopt die weer naar beneden. En zo heb je net even wat meer dimensie, wat meer verschil tussen je letters. Dat ziet er toch wat leuker uit. Heb jij wel eens een foutje gemaakt in je bullet journal? En hoe heb je dat dan opgelost? Laat het me weten in de reacties. En wil je toch nog meer de aandacht ergens anders op leggen, dan kun je ook nog stickers gebruiken. Ik denk dat ik er eentje hier ga plakken. Als laatste heb ik er nog een aantal doodles omheen gemaakt. En niemand die nu nog ziet dat deze bladzijde eigenlijk was begonnen met een foutje. Oh, je hebt een mooie creatie gemaakt, maar alles schijnt door aan de achterkant. En dat is nou precies niet wat je wilde aan deze kant. Geen probleem, ook hier hebben we een oplossing voor. In dit bullet journal scrapbooking boek zit een hele toffe bladzijde. Kijk, bijvoorbeeld deze. Die past perfect bij het thema waarin we werken. Dit is ook heel leuk en vrolijk. Hier zit echt van alles en nog wat in. Dit alfabet zou je heel goed als voorbeeld kunnen gebruiken als je zelf mooie brushletters wil maken. Kun je even hier naar kijken hoe de lijnen precies werken. Dit is ook echt heel vrolijk met al die flamingo's en een toucan. Dit is heel handig als je geen kalendertjes wilt tekenen, maar gewoon eentje wil opplakken. Maar ja, ik zoek toch wel naar een mooie print waarmee we die bladzijde
een beetje kunnen afdekken. En misschien gaan we dan toch wel gewoon voor deze. Ik ga hem heel voorzichtig uit dit boekje scheuren. Ik heb hier heel handige lijm in een paarse kleur. Dus dan kun je precies zien waar je de lijm gesmeerd hebt. Dan plak ik deze bladzijde er tegenaan. En als hij goed droog is, dan knip ik de restjes papier erom weg. Je kunt ook van tevoren je papier op maat knippen. Maar als je hem dan een beetje scheef plakt, dan heb je geen speling meer. En dan zie je dus een kiertje. Zo, dit ziet er een stuk beter uit. Maar ik heb een foutje gemaakt met het knippen. En ik heb een stukje te veel afgeknipt hier in het hoekje. En ook hier plakt hij niet zo goed. Gelukkig hebben we nog steeds die washi tape. Het zal er niet alleen leuker uitzien, maar je kunt dus ook die foutjes wegwerken. In dit geval begin ik hier aan de binnenkant en plak ik mijn tapeje eroverheen, helemaal van boven naar onder. En zo'nzelfde rondje ga ik hier ook aan de onderkant maken. Ik ben heel blij met hoe de bladzijde er nu uitziet, maar het is wel heel veel groen en veel van hetzelfde. Dus ik pak dit leuke blok erbij. Het is een luxe papierblok met onder andere die cuts. Dat zijn plaatjes die al voorgesneden zijn, dus die hoef je alleen nog maar uit het papier te drukken. Heel erg handig als je snel een foutje wil verbergen. En heb je nou echt een hele bladzijde verknoeid? Geen probleem! Dan haal je er gewoon van dit leuke patroonpapier uit en die plak je over je bladzijde. En dan ga je hier overheen gewoon verder. Dus ik ga beginnen met mijn cirkeltje op te plakken en daarna plak ik de tekst eroverheen. Zo, en nu ziet je bladzijde er gewoon uit alsof het al die tijd al de bedoeling was dat hij er zo uit zou zien. Tijd voor een weekoverzicht. Ben je nou net als ik iets te enthousiast begonnen met het opschrijven van de dagen van de week en kom je erachter dat het helemaal niet uitkomt? Ik heb een oplossing voor je. We pakken er gewoon deze good old correction tape roller erbij. Als het goed is, moet deze onze tekst kunnen maskeren. Hiermee ga je gewoon in één veeg over de tekst heen. Of als je iets groter hebt geschreven zoals ik, in twee vegen. Zo kun je er iets anders overheen schrijven. Maar misschien werk jij wel met ander papier. Heb je bijvoorbeeld een gekleurde achtergrond en werkt wit correctievloeistof niet? Dan heb ik een andere oplossing. In dit leuke Bullet Journal Scrapbooking boekje zitten namelijk heel veel verschillende soorten papier. Deze hebben we er net al uitgehaald, maar er zitten ook weekoverzichten in, zoals deze variant. Wees wel voorzichtig met lijm in je Bullet Journal. Ik gebruik het liefste zo'n pritstift of dubbelzijdig tape, want dat is niet zo nat. Sommige lijmsoorten kunnen heel nat zijn en dan gaat je papier helemaal verkreukelen. Dat zou natuurlijk een beetje zonde zijn. Het liefst wil ik deze kleuren nog een beetje toevoegen aan deze bladzijde, want hier is ook weer heel veel groen op het beetje roze na. En ik heb hier deze washi tape die eigenlijk die kleuren wel een beetje bevat. Oranje, roze en een beetje wit. En ik denk dat alles heel goed bij elkaar past als ik deze hier opplak. Het is zo'n klein en simpel detail, maar het maakt meteen de hele bladzijde een stuk vrolijker. En eerlijk gezegd vind ik dit echt super leuk geworden. Het past heel goed bij elkaar en eigenlijk is het allemaal ontstaan doordat we wat foutjes hebben gemaakt, doordat niet alles ging zoals we wilden. En wat we nu eraan overhouden is gewoon een hele toffe spread. Eén tip die ik je wil geven, die ik zelf heel vaak toepas als ik een foutje maak in mijn journal. Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je bent uitgeschoten of misschien toch iets hebt opgeschreven wat je niet wilde opschrijven. Ga dan doodlen. Maak een kleine tekening over je foutje heen en je zult niks meer van je foutje zien. In dit geval zijn we heel erg bezig geweest met een jungle thema. Dus ik ga hiervan een takje met blaadjes maken. En nu is het ineens een mooie doodle. Als je ervoor zorgt dat hij nog wat vaker terugkomt op de rest van de bladzijde, dan zul je er echt niks van merken dat het een foutje was. Dus ik maak datzelfde takje met blaadjes hier nog een keertje. Zo, op de woensdag. En misschien hieronder bij zondag nog een keer. En dan wordt het gewoon onderdeel van het thema. Niemand zal zien dat het eigenlijk een foutje was. Hopelijk heb ik je kunnen inspireren hoe je foutjes kunt oplossen in je bullet journal. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En wil je geen enkele Action DIY missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Hopelijk tot de volgende video. Doeg!